Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Vandaag ga ik de 32k halen. Ja, de 32k alweer. Ik weet het. Nou, laten we maar gelijk in het eerste potje. Hey, in de hoek daarboven. Hey, wat is die paarse? What? Wait a minute. Oké, dat is nu weer opgelost of zo. Oké, het zal wel. Nou, dat was even vreemd. Nou, maakt niet uit. We gaan into the game. En ja, laten we maar gewoon lekker gaan winnen. Zorg ervoor dat we gaan winnen. Want dat is het grote doel. Zo, Leon is dood. Nice. Yo, er zijn nu al 4 mensen dood. Benny is eigenlijk niet zo goed in solo, maar omdat, ja... En al helemaal niet tegen Edgars. Dus als je tegen Edgars moet, dan kan je het wel vergeten. Maar als je tegen andere knokkers moet, dan kan je het op zich wel redden. Kijk, tenzij dit gebeurt, dan, ja... Die Emmer, die moet echt even opbokken. Nou, dat doet hij ook heel goed. Nou, en als je het nu niet gaat verder doen, dan gaat hij dood. Yo, die search. Dat hij die Carl heeft. Dat is wel knap. Oh shit. Oh shit. Oh nee. Oh nee. Oké, in ieder geval 4e. Maar ik denk dat hoger ook niet gaat lukken. Ah! Oh! Ik heb hem gewoon! Bruh, ik had hem gewoon. Bruh. Oké, Penny weer op de 700. Nice. Wat is die zwarte rand nu weer dan? Zo. Ja, ik weet het ook niet, maar dat zal wel. Zo, ik heb nummer 4 knokkers, heb ik nog maar niet op de 700. Misschien kan ik... Ja, het is wel heel erg risky. Nou, ik doe het wel gewoon een potje met Poco solo. Niet zo slim, maar ja. Ik weet het ook niet. Shit. Die Edgar moet weg. Nu. Alsjeblieft. Kom op, willen jullie teamen? Please. Give me my super. Bruh. Oh, shimps. Shippies. Oké, hij vertrouwt mij 100% niet. Ja, en nu ben ik dood. Yay. Officieel, ik ga eraan. Nu. Ja, hit me maar zorg er nu maar voor dat... Ja, want ik wil niet doodgaan door jou. Kaulo! Kaulo Bammer, jongen! Kaulo! Echt waar, jongen. Oh. Echt... Echt waar. Wat is die Max een stel in een partijtje dom? Hoezo hit ik hem niet? Nee. Ik had hem gewoon bijna. Do you want to team Leono? Please, do you want to team? Beter ga jij mij niet backstabben, want jij kan mij nooit hebben.
Ik kan die ding, ik kan dat ding in principe gewoon two-shotten. En toen was die daar niet dood. Jee. En toen ging die Leon onzichtbaar op ons af. En toen kon ik hem hebben. Kom op. Nee. Ik moet heel goed uitkijken nu. Ja, kijk. Dat dacht ik al. Jee. En toen was ik dood. Ja. Oké, jammer dit. Maar ja. Nummer 18 trofeeën. Laten wij dat met Biron gaan halen. Want ik wil wel dit seizoen elke knokker op de 700 pushen. Op Barley na dan. Want Barley is gewoon echt zwaar stront. Dat, ja, dat weten jullie ook wel. Tenzij jullie gewoon heel erg goed zijn met Barley. Als jullie, ja, als jullie mij willen helpen met Barley pushen, join dan de club. Er zijn er nog zijn er redelijk wat plekjes vrij. Dus als je wilt joinen, join dan vooral. En ja, dan kan je samen met mij pushen. Alleen moet je wel geabonneerd zijn, hè? Moet je wel geabonneerd zijn. Want de 10% van jullie die dit kijkt is maar geabonneerd. Dus ben je nog niet geabonneerd, abonneer even, alsjeblieft. Want als ik die 1000 abonnees heb en 4000 kijktijd van uurtjes, dan kan ik geldjes verdienetjes. Kan ik coole aanbiedingjes, koompjes. En dan kan ik jullie een goede video geefjes. Ja, goed Nederlands. Ik weet het. Maar dat is een beetje hoe dat gaat. Dus als jij dat wil hebben, dan moet je even abonneren en liken. En dan is het helemaal toppie. Nice. En ja, dat. Hey B, ik kan jou makkelijk niet hebben, maar oké. Okay. Ik wil jou gewoon eventjes op afstand houden. Afstand, afstand. Lekkere afstand. Ah. Oh, wacht, ik had team met die Edgar. Nou, nu lekker nog steeds. Ik wou eigenlijk zeggen, niet meer. Maar en nu gaat hij echt Wauw. Wauw. Ga mij niet klidden. Killen, broeder. Jij wil mij echt graag killen, hè? Echt heel erg graag. Dankjewel, boel. Dat jij de weg voor mij hebt vrijgemaakt. Dat vind ik heel erg aardig van jou. Dankjewel. Nu moeten wij voor die boel gaan. Want die hebben wij wel met z'n tweetjes. Kom op, Crow. Nu niet op mij gaan jumpen. Ah, nee. Oké, tweede. Nog maar 10 trofeetjes. 10 trofeeën voor de 32k. Hoeveel zou ik dan van Nederland staan? Ik sta nu 465ste van Nederland. Hoeveel moet ik hebben om in de top 200 te staan van Nederland? What? Yo. Oké. Nou, dat gaat me dus ook niet lukken, zeg maar. Dat weten jullie ook wel. Hallo zeg. Vroeger stond ik altijd de 200ste. Echt net niet in de top 200. Gewoon echt 205 of zo. Ik heb er wel ooit ingestaan. En toen stond ik... dat is alweer echt... Yo, dat was 1,5 jaar geleden. Toen was het echt al goed als je gewoon 19k had. Toen als je toen 19k had, dan stond je gewoon
Met 19k stond je toen ongeveer 80ste van Nederland. Besef. Yo, dan stond. God, dan was ik nu gewoon ongeveer even goed als Substantial. Die guy is echt heel goed. Oh, jezus. Nou, oké, okay, boeien. Maar ik ga gewoon de 32k halen. En dan kan ik ook lekker de dozen openen van de 31k en de 31,5k. Want dan heb ik weer een shiny megadoos staan. En dat wil ik altijd. Want dat is heel nice. De shiny megadoos ziet er gewoon mooi uit. En dan kan je ook een beetje flexen. Niet per se daarom, maar het is gewoon. Het ziet er gewoon cool. Het ziet er gewoon cool uit, weet je. Het geeft gewoon een goed gevoel. En je kan hem altijd nog gebruiken voor als er een nieuwe knokker komt. Dus altijd handig om bij je te hebben. Maar ik heb ook nog de hele Brawl Pass, dus. Ja. Wanneer gaat de nieuwe Brawl Talk komen trouwens? De mensen zeggen dat die 4 maart komt of zo. Dus over 3 dagen. Nou, ik denk dat die. Ik zal zo wel even kijken hoeveel. Ik denk dat die ongeveer op 7 maart komt pas. Dat die. Of op 6 maart of zo. Dat die zaterdag of zondag komt. Hoezo heb ik zulke erge inbod? Bruh. Oké, okay, ik denk dat we dit potje wel kunnen winnen. Ligt eraan hoeveel krachtpunten die andere guys hebben. Oké, okay, 7. Oké, okay, als wij die Gil gaan hebben met z'n tweeën. Byron tegen Gil. Dan kunnen wij dit winnen. Dankjewel voor de free win. Laat maar, dit ga ik niet eens winnen. Shit, ik moet dit echt heel goed gaan uitspelen. Wil ik dit nog winnen? Ja, 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 ja. Kom, ik wil niet nog 2 trofeeën moeten voor die 32k. Ik wil het gewoon precies hebben. Dat ziet er gewoon mooi uit. Oh my god. Treurig. Heel erg treurig dit. Come on. Wanneer ga ik de 35k halen? In ieder geval nog lang niet. Ik denk dat ik dan eerst. Ja, volgend seizoen. Dan ga ik eerst B-rank 30 pushen. Daarna Bibi. Ik heb wel zo'n zieke skin van Bibi. En Bibi is ook gewoon heel erg goed in solo. En anders nog een knokbal kan ik het nog doen. Dus ja. Oké, okay, maar. Hopelijk de laatste game voor de 32k. Ik wou zeggen rang 25 Byron. Maar dat heb ik nog lang niet. Moet ik eerst. Ja. Maar ik denk dat ik volgend seizoen of over 2 seizoenen. Dat ik dan wel elke knokker rang 25 heb. Want dat wil ik wel echt halen. Want dat ziet er gewoon cool uit. Dan ja. En ja, Kolonel Rust, die heb ik ook al op de 700 kunnen pushen. Dat ging echt easy. Misschien kan ik hem nog rang 20 pushen vandaag. I don't know. 20. 25. En Byron misschien ook wel. Misschien kan ik dan nog wel de 32,5k halen. Maar 33k, dat gaat echt niet meer lukken. Misschien kan ik volgend seizoen dan gaan voor de 33k. En dan 3-3-3-3. Gewoon, ja. Omdat dat cool is. Zou ik nu al bijna Joran Bouws hebben ingehaald? Oh, dat ga ik zo meteen even kijken of me dat al is gelukt. Als me dat is gelukt. Oh. Jij wil niet weten hoe blij ik dan ben. Jij wil echt niet weten. Want dat is gewoon cool als je gewoon beter bent dan een YouTuber met bijna 400.000 abonnees. Dat is gewoon cool. Oh, die Surge, jongen.
get wrecked by search. Ja, hij is dood. Nice. Oh shit. Oh! Ja! Let's go. Die super die was echt heel slecht, maar dat kan me niet schelen. Maar ik heb de 32k. Ja la 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 la. 33k, hier ik kom. Zal ik gewoon deze twee doosjes hier openen? Ja, ik doe het wel gewoon. Oké, beter gadget van Byron of nieuw gadget of sterrenkracht. Beter. Ja. Nieuwe gadget van Frank. Ik hoopte eigenlijk op de gadget van Byron of Conan Ruffs. Maar dat maakt niet uit. Weer een nieuw gadget erbij. Nice. Een grote doos dan? Nee, niks. Oké. Maar dat maakt niet uit. Want Frank hier. Nice. Nieuwe gadget. Hoeveel gadgets zijn er eigenlijk nieuw die ik nog niet heb? Gadget van Jean. Gadget van Nani. Gadget van Conan Ruffs. En van Byron. En dan moet ik nog... Hoeveel sterrenkrachten zou ik nog moeten? Nou, in ieder geval heel erg veel. Barley 1, Byron 2, dat zijn er nog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sterrenkrachten nog. En nog 2 gadgets. En er is mijn account max level. En dan kan ik helemaal niks meer krijgen. Wauw. Oké, maar nu even kijken of we beter zijn dan Joram Bouws. Want als dat zo is, dan ja. Bouws Army. Ik ben er gewoon uitgekikt uit de Bouws Army, jongen. Treurig. Oh, oké, nog 70 trofeeën, precies. En dan heb ik Joran ingehaald. Dat moet toch wel te doen zijn? Het is maar... Ja, dat moet wel kunnen. 70 trofeeën maar. Oh, misschien kan ik dan ook wel Shadows in halen. Oh, dat is echt het beste idee. Bruh. Nou ja, jongens. Ik heb de 32k. En dat is heel erg chill. Want nu kan ik richting de 32,5k. Laten we nog even één potje gaan. Voor Byron rang 23. Dan is het wel een lange video. Maar ja, dat hebben jullie ook wel verdiend. Want ik heb 4 dagen lang niet zitten posten of zo. Dus ja, dan verdienen jullie wel een iets langere video. Want ja, dat is gewoon zo. Dat vind ik zelf. Brok, oh chips, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Ja, nu ben ik dood. Jee, ik ben dood. Waarom heb ik het gevoel dat ik hier dood ga? Oké, laat maar. Die Daryl die is weg nu. Nice.
Oké, dit is echt eng, gewoon. Ik vind het eng. Ik vind het niet leuk. Ik vind het geen leuke situatie. Oeh, dat was een risico, maar ik heb het gewoon gedaan voor die Daryl. Ah, waarom loop je nou weer zo erg achter mij aan dan? Kaulo-sukkel. Ik saved je nog gewoon, hè? Kaulo, 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 kaulo. Ik vind het niet zo aardig. Maar ja, ik wil Barbie nu rang 23 halen ook. Anders is deze video niet goed. Spike, jij gaat weg. Doei. 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 Zeik. Kom op nou. Geef mij ook eventjes de ruimte, alsjeblieft. Anita, wil jij teamen? Volgens mij wil jij dat wel. Yeah, Edgar is dood. Jeet. Zo, die is dood. Maar dan ga ik zelf dood. En ik wil niet zelf doodgaan. Terug. Oh, misschien werkt duo beter. Want dit heeft echt geen nut als we de hele tijd zo dit gaan doen. Gezeik. Oh, ik zit met een brok. Nee, dit meen je toch niet? Oh mijn god. Triest. Oh ja, met Byron vind ik het zo erg irritant dat je soms gewoon iemand wil hitten, maar dan hit je per ongeluk je teammate. Dat vind ik soms wel eigenlijk gewoon wel irritant aan Byron. Wauw. Negen krachtpuntjes en ik ga jou nu healen. Dan moet je niet van mij weglopen. Ik kan die Piper in principe gewoon one-shotten als we ze nu gaan insluiten. Zo, die is dood. Nice. Kom, we gaan dit potje elk team pakken. Brok. Waar is iedereen? Daar is een Edgar. Ja, la 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 la. En die Edgar die gaat nu dood. En hij valt in de goot. Want hij is nu dood. Ja. Zo, wij gaan elk team pakken. Dit potje. Yay! Nice, Brock. Goed job. Ik zat gewoon onder de 32k. Nee. Nou, jongens. Ik heb 32k gehaald. Nice. Ja. Dat is wel dit waard voor op deze video, toch? Ja, ik vind van wel. Nou, ja. En rang 23 Byron. En een gadget van Frank. Dus als jullie van deze video hebben genoten, like even en abonneer. Heb ik al heel erg vaak gezegd. En ja, tot de volgende video. Doei doei. Doei. Dan moet ik het wel goed doen. Nee. Oké, doei.